tweetal in de vorige rit. Maar Siegel is wel iemand die het ritme op de 10 kilometer kan handhaven. 8 keer kampioen van Italië. Dat is logisch, zou je zo zeggen. 92, toen was hij wereldkampioen. Deze Siegel die nu een rondje van 33-1 produceert en Siegmund voor hem moet laten gaan. 2-17. We zijn een beetje aan het knokkelen tegen elkaar en dat zou wel eens tot wat snellere rondetijden kunnen of moeten leiden. 92, zoals ik zei, in Calgary. Met een nieuw wereldrecord puntenklassement. ...33-1 voor Siegel. Siegmund moet weer afhaken. 2-50-69. Misschien houdt Siegel de rondjes nog een poosje vast op deze manier. Hij reed al 7 Europese kampioenschappen. Hij werd in 89 en in 93, dat wil dus zeggen zo'n 9 maanden geleden, 10 maanden geleden, 5e bij het Europese kampioenschap. Siegel. En zoals gezegd, die geweldige uitschieter toen hij dat wereldkampioenschap volstrekt onverwacht in Calgary reed. Aan het einde van een seizoen waarin van alles en nog wat gebeurde. Zoals juist winterspelen. Bij het vorige wereldkampioenschap werd Siegel maar 6e. Hij werd getraind, hij werd toen getraind, moet ik zeggen, door Barishev, een bekende Russische coach, die ook zijn heil in het Westen zocht, nadat de grenzen over waren gegaan, maar daar niemand naar de top kon voeren. Hij rijdt nog wel 2 seconden onder de tijd van Treuger rond, Roberto. Maar wel een bondje van 33-9 nu al. 4-31-74. Ja. Wat hier gebeurt is natuurlijk toch... Of wat hier gezegd en gedacht wordt, is natuurlijk toch een beetje oneerlijk soms. Jegens de rijders die hier bezig zijn. Het zijn sportlieden die er alles, nou ja, heel veel voor over hebben om hun sport te beoefenen op een redelijk niveau. En die dan zo volstrekt in de schaduw worden gesteld door iemand als Johan Olof Kos. En een aantal Nederlandse rijders dat allemaal dingen doet waar je nou net even geen behoefte aan hebt als je, zoals zo'n Roberto Siegel, ook aan de top hebt gestaan en verwoede pogingen doet om daar terug te komen. En dat wil in 2 achtereenvolgende jaren maar moeizaam lukken. En al die anderen, zoals zo'n Siegmund en al die mensen die misschien nu al weten dat ze die top nooit zullen halen, maar die toch het veld completeren, die strijd leveren, die hun sport ook zo goed mogelijk beoefenen. Dan is het natuurlijk een beetje flauw om hun prestaties te kleineren. Maar aan de andere kant, zo'n Kos, wat die kan en wat die wil en wat die doet, dat is natuurlijk toch iets wonderbaarlijk moois. En dan ook zo'n Ritsma in diens spoor en Dan Jensen, weliswaar van een heel ander kaliber. Een schaatser van een heel ander soort bijna, maar toch Olympische Spelen of geen Olympische Spelen in het vooruitzicht. Knallen, keihard rijden, laten zien wat je kan. En dat is toch, ja, iets heel bijzonders. En daar kan je dan als kleintje in het deelnemersveld ook alleen maar bewonderend naar kijken. En eigenlijk is het dan alleen maar jammer dat zo'n toernooi als dit niet de volgorde kiest, zoals hij in de Europese en wereldkampioenschappen ook wordt gehanteerd, namelijk de ogenschijnlijk beste rijders toch in de latere of laatste paarden op de 10 kilometer zetten. Met de manier waarop ze hier in
hamer ijs maken, mag dat toch geen probleem zijn? Daar moet toch gewoon ook aan het eind van zo'n dag zulk goed ijs te maken zijn dat op dezelfde manier geschitterd kan worden als in de eerste paren bij het huidige toernooi het geval was. ...34-6 om 34-9 de rondjes. Die Tsigmund die gaat nou weer wat harder rijden dan Tsigo. Tsigo is het eigenlijk, dacht ik. Daar heb je hem. Die Italiaan die... ...eigenlijk ook in eigen land... volkomen vergeten werd als wereldkampioen. En dat terwijl de Italianen het allemaal zo prachtig vinden als een van de Azzurri iets dergelijks scoort. Nou ja, schaatsen rijden in Italië. Weer een sneller rondje dan Pavel Zygmunt. Een pole op de 10 kilometer. Daar niet gekomen via zijn prestaties, maar gewoon op die ingeschreven heeft. Dus we denken aan Jaromir Radke, die dan toch 14-18 op de 10 kilometer reed. Die een geduchte steer is. Ja, misschien toch wel de verpersoonlijking. Die Radke van de opmars der Polen. Die zich een aantal jaren geleden inzette. Maar die nu, ja, je weet het niet. Die vorig jaar misschien een beetje leek te stokken. Maar die misschien toch weer doorzet in de richting van de Olympische Spelen. Kunstijsbanen liggen er natuurlijk in... In Polen ook niet altijd dicht gezaaid. Dat is toch de eerste vereiste. Zygmunt leidt in 9:46:34 als we de 6800 meter hebben gepasseerd. Als u als statisticus bezig bent, dan hebt u keurig mee kunnen schrijven. En over statistiek gesproken. Ik heb u al verteld dat de hal hier, deze Olympische hal, dat die zo'n 242 miljoen Noorse kronen, dus bijna 70 miljoen guldens en 70 miljoen guldens in frank omgerekend is, dan komen we in de 100 miljoenen franken. Terecht. Jaarlijkse exploitatiekosten ook niet gering. Daardoor natuurlijk. De ijsdikte hier nu zal zo'n 4 centimeter zijn. Daar houden ze het steeds op. Het totale ijsoppervlak is 10.000 vierkante meter. Wat je hebt gezien inmiddels aan de diverse beelden kijkt, heb je er weer zo eentje dat een flink stuk van het middenterrein ook ijs is. Daar zetten ze dan een boarding omheen en dan kunnen ze ijshockeyen of short tracken. Het totale oppervlak van de hal is 22.000 vierkante meter. Nog 5 ronden te gaan voor deze heren. 11:34:11. Voor Zygmunt die nog leidt op de 8000 meter. Dat is 7 seconden langzamer dan
Thomas Koen in het vorige paar. Het is wel een leuk duel tussen deze twee. Dat moet worden gezegd. Er zit nogal wat hout in die hal. Dat heb je aan het dak en allerlei andere installaties al kunnen zien. Er zijn dan ook 30.000... Jawel, 30.000 bomen in verwerkt. En kijk eens, daar is Siegel een seconde sneller per ronde gaan rijden dan Siegmund. En dus bezig aan een eindsprint. Centraal is spannend dat hier in het midden dwars over zit en dat 104 meter lang is. Dat centrale spand, daar zitten alleen al 1000 bomen in. Het is maar dat u weet dat de architecten Biong en Biong en Niels Torp driftig aan het rekenen en tekenen zijn geslagen om dit speciale gebouw tot stand te brengen. Er kunnen 10.500 mensen in, die zullen er zijn tijdens de Olympische Winterspelen. Maar ze kunnen lang niet allemaal zitten, want er zijn maar 2000 zitplaatsen. Althans, dat is nu de bedoeling. En dan maar weer terug naar Pavel en Roberto. Die op 9200 meter zijn aangeland, dacht ik zo. En met Roberto ruim op voorsprong. Kan het moeilijk anders als je Pavel een rondje van 37 ziet rijden. Dus op naar de bel. Een persoonlijk record zit er voor Siegel niet in. Maar voor Siegmund misschien nog wel. Ja, zeker wel. Hij blijft niet zo ver achter dan dat hij zo'n 30 seconden op zijn tijd zou verliezen. De tijd van Siegel zou verliezen. 13:57:24 de laatste doorgang. Kunt u ongeveer nagaan dat dat op 14:30 of daaromtrent zal uitkomen. Iets meer natuurlijk, want je kan niet spreken van een eindsprint. Als je Roberto hier aan zijn laatste ronde bezig ziet, doet er alles aan om goed te blijven schaatsen. Met beide armen nog op de rug tot in de laatste meters. Ja hoor, iets meer dan 14:30. Hier wel, 14:32:95 en 14:38:04. En die 14:38:04, dat is voor Siegmund natuurlijk heel goed. Want die heeft een geweldig goed persoonlijk record gereden. Wel, dat was het dan zo ongeveer vanuit de ijsbaan, de ijshal in Hamar. Hartelijk dank voor uw belangstelling. We hebben er nogal een aanslag op gedaan, denk ik zo, met een hele middag schaatsen. Maar het was in een groot aantal gevallen de moeite waard. U hebt wereldrecords gezien, het zij in herhaling. En u hebt topprestaties gezien. U hebt onverwachte missers gezien. Maar al bij al is het een schitterend weekend geweest, deze World Cup schaatsen in Hamar. Ik neem graag afscheid van u met nog eens de lijst van de 10 kilometer tot nu in beeld. En hoop u bij de volgende gelegenheid aan de buis te treffen bij Eurosport en bij het snelschaatsen. Tot horens.